Gast, het leek net alsof ik iets zag bewegen zelfs. Deze volgens mij iemand. Jullie krijgen 2 minuten de tijd om te verstoppen. Zodat je hier naar buiten schijnt voor de beveiligers. De meest enge en bespookte plekken neem ik het op tegen een aantal bekende YouTubers. Zij verstoppen zich en ik ga naar ze op zoek. Lukt het ze om op deze griezelige locatie 5 minuten verstopt te blijven? Dit is Horrorverstoppertje. Zo, goeie avond mensen. Goeie avond, geopend. Ik ben hier met Jamie en met Rudy. En wij staan klaar voor een heel erg lijf avontuur. Want mannen, ja. Wat gaan we zo meteen doen? We gaan stop te spelen, man. En vandaag doen we dat op de meest bizarre plek in Europa. Net over de grens in Duitsland ligt een oud militair terrein. Daarop ligt een achtergelaten ziekenhuis. Eentje met een bizarre geschiedenis. Tientallen kinderen zijn hier zonder verklaarbare redenen doodgegaan. Ik ben hier dan ook al een tijdje geleden geweest, overdag, om dit gebouw te bezoeken. En in mijn beleving was het er echt niet pluis. Kijk zelf maar naar de video die ik toen heb gemaakt. Oh shit! Gast, het leek net alsof ik iets zag bewegen zelfs. Volgens mij ligt hier voor mij, op de grond, serieus, gewoon een lijkbed. Waar vroeger dus gewoon in een mortuarium of in een ziekenhuis de lijken werden opgelegd. De lichamen van dode mensen. Vandaag gaan we terug, in het donker, om op de kinderafdeling verstoppertje te gaan spelen. Maar eerst was ik erg benieuwd of Jamie en Rudy een beetje angsthazen zijn. Ik ben denk ik meer bang voor de beveiliger dan de geesten. Ja. Ja, of de junks. Of de junks. Dat kan ook, ja. Ja, maar ik heb er hier alleen naast me, dus dat scheelt. Dat noem je wel vaart. Ja. Maar mannen, hebben jullie een beetje ervaring met spannende locaties bezoeken? Nou, bij ons thuis vroeger was het altijd wel gewoon spannend. Dus, ja. Ja. Want jullie vertelden in de auto even kort van dat jullie vroeger wel eens halve paranormale achtige dingen hebben meegemaakt. Man, het is echt een familiedingetje bij ons wel geweest. De een gelooft erin, de ander gelooft er niet in. Ja. Dus ik zeg ook altijd, vul het lekker zelf in, weet je. Ik ben altijd bereid. Heb je echt shit gehoord of gezien? Jij hebt iemand horen schreeuwen op de zolder. Ja, echt flink gillen midden in de nacht was. Maar toen, het raar is, iedereen stapte de slaapkamerdeur uit omdat ze dingen hoorden. Ja. Dat was super raar. Behalve ik, want ik was aan het pitten, maar ik heb ook 1 keer gehad. Oh, dan ga jij vanavond gepakt worden. Ja. Je wordt maar 1 keer bespaard. Het was tijd om richting deze enge plek te gaan. We komen nu bij de poort aan. There we go. Er staat een hokje bij, man. Er staat een hokje bij, man. Ja, maar dit is een oud hokje, hè? Oh. Dit is een oud hokje, die is echt nog van vroeger, denk ik. Maar komen we hier langs? Dat is een goeie. Ik ben hier dus al ooit geweest. En toen kon je hier nu niet meer. Dit hebben ze dicht gemaakt. Je staat er gewoon. Fuck the law. Je staat access to all visitors, moet je nummer bellen. Zal ik even doen? Yo man. Hey man, we staan hier voor. Dat is denk ik van heel vroeger. Maar kijk, hier wil je ook niet met je kruis in komen. Zo je nog een kindje wil. Ah, hier. Past dit? Nee, hè? Ik denk dat we het hek langs. Maar dit is toch, dit ziet er oud uit, maar dit is allemaal nieuw neergezet. Want vorige keer waren dit soort dingen allemaal open. Oké. Okay. Oh, die is er overheen. Ik ben er ook al. Stelo. En Jamie komt eraan. Watch out voor je pens. Je moet vooral echt voor je grof gezegd ballen opletten. Ik ben er wel niet in je hebben. Lijkt bijna alsof er licht brandt in dat huis. Maar dat is reflectie van het licht volgens mij. Stap 1 was voltooid. We waren binnen op het terrein. Nu moesten we ongezien naar het ziekenhuis komen. Deze locatie wordt beveiligd. Dus dat kon nog best wel even lastig worden. Hey, kogelgat. Tering, geen kogelgat. Kijk daar. Wacht.
Kijk daar. Dat is een zieke kogel. Hoor die iemand? Hoor die heel duidelijk iemand? Er rent niemand weg. Hoor, er rent echt iemand weg, toch? Ik moest nog iets. Of het wat is dat? Dit is allemaal verlaten. Kijk hoe creepy dit is. Kijk hoe eng. Een derde team. En we weten niet wie. Oké, we gaan naar binnen. En moet jullie eens kijken hoe dit hier uitziet. Creepy, hè? Ik ga eens kijken of... Oh, die voetjes. Ja, dat is de kinderafdeling misschien. Dat is waarschijnlijk helemaal gewend. Mannen. Welkom bij de eerste gang. Ja, zo een vlieg of een vlieg. Vandaar ook iets. Huh? Ja, ook iets. Wat? Weet ik niet, lijkt wel uit zo'n kamertje te komen. Oké, holy shit. Nou, we zijn dus in het gebouw. We horen enorm veel enge geluiden. Het is hier enorm eng. En ik durf eigenlijk geen meter te bewegen hier. Want om elke meter is een nieuwe kamer. Waar je niet ziet wat er is. Kijk hier. En heb je daar. En het is buiten nog licht. Nog aan het schemeren nu. Maar binnen is het al pikken donker. Kijk maar, als ik de lamp uitdoe. Dan zie je helemaal niks. Fucking hell. Ja, het is echt lijp. Ik denk dat we moeten move. Ik denk dat we lekker move. Ja. Kijk, al deze kindervoetjes. Dat vind ik vooral zo eng, jongen. Hier op de muur. Ik heb die jongens daarbij. Ik heb die jongen daarbij. Oeh. What the fuck? En kijk, ik heb een kindervoetje. Ja, ik ook. En er staat hier, ik heb daar jong, die jong erbij. Oftewel, ik heb dat jongetje erbij. Of dat jong, dat kind. Dat jongetje. Jongetje erbij. Kijk, dit is natuurlijk gewoon graffiti of verf. Iedereen kan dat neerschrijven. Maar ik zou dat niet doen. Dus je moet redelijk fucked up in je hoofd zijn, wil je dit neerzetten. Dus er lopen hier enge mensen, dat is zeker. Dat is één ding wat zeker is. En zeker als je de geschiedenis kent van deze plek.
namelijk dat tientallen kinderen kwamen te overlijden door onverklaarbare manieren. Er zijn meerdere onderzoeken naar gedaan, maar nooit is er antwoord gevonden op de vragen. En om dan zo'n enge tekst op de muur te zien op de kinderafdeling is redelijk gestoord. Wij liepen nog even verder, om te kijken waar we zo dadelijk, als het echt donker zou zijn, verstoppertje gaan spelen. Tot rust te komen liepen we naar buiten. Het was al goed aan het schemeren. Alle drie hadden we een arilexed gevoel over deze locatie. Het voelde niet goed om hier rond te lopen. En het liefst renden we dan ook direct terug naar de auto. Maar helaas, we moesten nog verstoppertje spelen. En ik moest nog in mijn eentje hun twee gaan zoeken. Oké, mannen. Daar staan we dan. Daar staan we. Dit is een van de weinige momenten dat ik een video opneem. En dat ik er gewoon echt geen zin in heb. Tof dat je ons meegaat, man. Ja. Rudy, Jamie, jullie krijgen 2 minuten de tijd om te verstoppen. Zodra die 2 minuten voorbij zijn, heb ik 5 minuten om jullie te vinden. Oh shit. Zijn die 5 minuten voorbij? Zijn jullie de winnaars? Ja. Maar is het fucked up van mij en heb ik niet alleen maar verloren, maar moet ik jullie alsnog gaan vinden. In je eentje. En dat kan heel lang duren. In je eentje. Heb ik jullie gevonden binnen die 5 minuten, dan zijn jullie de losers. Dan moeten jullie hier vanavond slapen. Ja. Nee. Shit. Oké. Ik zeg, laten we niet te lang gaan lullen. Laten we de game starten. Oké, let op. 3, 2, 1. De game was begonnen. Het is nu aan Rudy en Jamie om een goede verstopplek te zoeken. Ja, kut, ik heb echt maar weinig tijd.
mezelf ook een stuk super dom. Maar een paar minuten gegeven. Holy shit. Oh mijn god. Nou, twee kamers gekeken. Ik heb ze nog niet gevonden. Dit is een kut plek. Deuren, kamers en gangen, maar helaas, tot nu toe geen resultaat. Ik werd steeds zenuwachtiger, want ik hoorde van meerdere kanten om me heen geluiden. Een paar daarvan waren dus niet van Jamie en Rudy. En dat stelde me niet helemaal op mijn gemak. Is het binnen de tijd? Ja, hè? Het is binnen de tijd, gewoon. Het is binnen de tijd! Nee. Ik heb gewonnen! Het is gelukt! Je hebt gewonnen! Yes! Lekker man, ja, nu gaan we slapen. We gaan hier slapen. Jullie moeten hier gaan putten. Nee, dat was maar zo'n feest. Eigenlijk moet ik dat bij de volgende YouTuber doen. Laat even weten in de comments of dat de straf moet zijn. Dat degene die verliest gewoon daar moet pitten. Je wil niet weten hoe ik me voelde hier alleen. Je traanhoog al. Ja, echt. Zullen we hier gewoon direct weg naar de auto? Ja. Pleiten. Ja. Pleiten. We gaan doen.